zetels. We gaan dat debat eens even analyseren en vooral hoe ze zich gedragen hebben. Hè? De non-verbale communicatie. U bent experte? Klopt, ja. Ja. En u heeft voor ons een aantal dingen meegebracht waar we eens op moeten kijken en waar we op moeten letten. Hè? Ja. Bijvoorbeeld over Donald Trump. Wat is er bij hem iets dat u is opgevallen? Ik ga van boven naar beneden gaan. Dus als we kijken naar het gezicht, ja, dan mensen kijken altijd eerst naar het gezicht. Vandaar dat ik het ook zo doe. Ja. Dus als ik kijk naar het gezicht, dan valt die frons heel erg op in zijn gezicht. En ook de ogen, die zijn nooit helemaal open. Er zit altijd spanning op. Ah. Ja. Maar hij wordt zo geboren natuurlijk met zo'n frons. Ja, maar niet met die spanning rond de ogen. Nee, je wordt niet geboren met die frons. Hè. Ja. Want hij heeft ook een frons. Ik heb ook een frons. Ja. Ja. En het is een link, dus we hebben ook onderzocht, als we kijken naar lichaamstaal, dan kijken we naar de grote lichaamstaal, wat we met onze handen, onze voeten, ons lichaam doen. We kijken ook naar het gezicht, naar wat er onbewust is te zien. Hmm. En dat zijn dan emoties die we zien op het gezicht. Maar ook, er is ook een link tussen persoonlijkheid en fronsen en aanspannen van ogen en wenkbrauwen in de lucht. Wat zegt dit dan over de persoonlijkheid van Trump? Dat zegt dat hij... we hebben drie categorieën, maar dat zegt specifiek op hem dat het een analytisch persoon is. Dus iemand die ook kritisch is. Hè. Als hij in zijn kwaliteit zit. Hij heeft natuurlijk ook valkuil en daar zit hij nu fel in, verbaal, emotioneel. Hij zit heel fel in zijn valkuil, verbaal, emotioneel. En ook negatieve feedback geven aan iedereen en alles op de persoon. En dat leidt u allemaal af uit die, uit die frons. Dat is een nieuwe studie. Klopt. Dat zou wel wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het is Clinton dan, Hillary Clinton. Ja. Bij haar een ander verhaal. Hè. Dus als we kijken naar het gezicht, zien we veel minder emotie bij haar. Ik moet direct lachen als ik ze zie. Ik weet niet waarom, hè, maar juist was ik zo... En ik zie haar, ze lacht natuurlijk ook op die foto, maar ik heb direct zoiets van... Ah, de mama. Ja? Ja. Maar toch is het niet iemand die heel erg spontaan lacht. Nee. Nee, en ze lacht ook veel weg. Ze lacht veel weg? Ja, ze lacht heel veel emotie weg. Haar kwaadheid lacht ze weg. Ze gebruikt de lach om iets te camoufleren. Juist, klopt. U heeft daar een voorbeeld van meegebracht. Ja, dat klopt. Want u heeft ook een aantal filmpjes geselecteerd uit het debat van gisteren. Wat gaan we zien dan, waarin ze dan op een manier lacht waarvan u zegt, dat is niet echt? Trump die zegt iets heel arrogants tegen haar. Mm-hmm. Iets heel gemeens. Ja. En het eerste wat je ziet... is dat haar mond openvalt en daarna die lach weer. Ah ja, dus ze reageert in eerste instantie verbaasd of kwaad. Ja. En dan lacht ze dat weer. En dat gebeurt echt in een fractie van een seconde. Dat is toch sterk wel? Dat is een sterke persoonlijkheid als je dat kunt doen, denk ik. Dat is wel slim, ja. Ze is beheerst, ja. Ik antwoord met positivisme. Ja, ik zet me erboven. Ja. Ze is beheerst, ja. Ja. Wat een voordeel is toch? Ik voel nu al dat je een fan bent. Van Hillary Clinton. Een beetje. Toch wel, hè? We gaan eens kijken naar dat voorbeeld en dan in de herhaling misschien zelf wat commentaar geven, mevrouw Ketels. Okay. We have a divided nation because people like her, and believe me, she has tremendous hate in her heart. And when she said deplorables, she meant it. Ja, als je nu kijkt naar de mond, hè, dan zie je dat de mond openvalt en dan is de lacher. Ja. Dat is hetgeen wat we zien als we heel goed kijken. Ze wilde eigenlijk zeggen, rotzak, maar ze lacht. Ja, ja. Het is een geestige rotzak. Dus ze is de mond openvallen, dat is echt verbazing. Dus ze is verbaasd over wat hij durft te zeggen. Mm-hmm. En dan lacht ze het weg. Ja. Zou Hillary Clinton, dat is misschien een onkiese vraag, zou die nog natuurlijk kunnen lachen? Ja, als we natuurlijk lachen, dan moeten de lachlimpels mee. En ze heeft er weinig. Hè. Dus ze heeft er wel wat. Er zou wat kunnen aan gesleuteld geweest zijn. Ja. En is dat goed of slecht voor de natuurlijke expressie? Dat is eigenlijk niet zo goed. Nee. Voor de connectie met mensen. We hebben graag als we een emotie tonen dat daarop gereageerd wordt. En bij haar kan dat dan minder. Ja. Wat is je verder nog opgevallen bij Donald Trump? Bij Donald Trump? Veel, veel gebaren. Daar hebben we het. Veel handgebaren. Hij is ook fier. Ik heb het ook ergens gehoord. Hij is fier op zijn temperament. En hij doet dan ook geen moeite om het weg te moffelen. Nee. En hij onderstreept zijn temperament nog eens. Met zijn handgebaren. Met die handgebaren. Ja. Oké, dan gaan we eens even kijken. Want het is echt een heel gamma dat hij bestrijkt. Wait one second. They had a ceasefire. 3 weeks ago, a ceasefire, United States, Russia, Syria. And during the ceasefire, Russia took over vast swatches of land. And then they said, we don't want the ceasefire anymore.
We are so outplayed. Ja, wat je nu zag, hè, je zag hem echt zo wuiven met zijn hand. Dan bedoelt hij over iemand anders. Hè. Ze hebben het niet goed gedaan, maar als het over hem gaat, dan is het heel precies benadrukkend. Je ziet dat dan twee gebaren, dat is de ronde die je maakt met zijn vinger, met zijn duim en zijn vinger. En dan nog eens de il. Wil hij zeggen van, kijk, dat is exact wat ik hier bedoel. Dat is toch loser. Zo heb ik het nog niet bekeken, maar het is benadrukken. Hè? Dus ja. Eigenlijk hebben al die handgebaren een specifieke betekenis. Die hebben een betekenis, ja. Ja. En is dat allemaal doordacht in zijn geval of gebeurt dat op een compleet natuurlijke manier? Ja, er zijn twee kanten aan het verhaal. Dit zal hem ooit wel eens aangeleerd zijn of door een spindokter aangepraat zijn. Hè? Maar nu zit het in zijn patroon. Het is niet zo als je zegt van kijk, ik ga dit nu op dag één beginnen doen, dat zo natuurlijk gaat. Maar hij doet het al heel lang en ik denk dat het nu gewoon de woorden onderstreept. Dat het iets natuurlijk geworden is. Mm-hmm. Maar er is wel over nagedacht, daar merk ik zeker van. Maar kun je zeggen dat hij authentieker overkomt? Omdat hij veel meer laat zien. Ik ben objectief. Hè. Dus in dat verhaal, dus wat we ook bij Clinton zien, is ook die kin omhoog. Hè. Dus zij kiest haar zelfvertrouwen. Bij hem is zelfvertrouwen power, autoriteit, precisie wil hij tonen. Ja. En hij toont dat ook. Hè. Bij haar is zelfvertrouwen meer beheersing en rust. Ja. Hoe komen die twee bij jou binnen, los van je politieke overtuiging? Hè, waar ze inhoudelijk mee komen? Wat ik vooral heel grappig vind, want ik heb het debat zelf ook gevolgd, is dat ze altijd spreken over elkaar in de derde persoonsvorm. Ja, klopt. Dus ze staan eigenlijk op 2-3 meter van elkaar. En die Hillary Clinton, ik zal eerst iets zeggen over die Hillary Clinton, waarop dat een ander dan zegt ze van ja, maar Donald Trump, ja, dat zal wel. Maar weet je wat Donald Trump ooit heeft uitgestoken? En dat doet mij zo denken aan twee ouders die ruzie hebben en die zeggen van zeg eens tegen je ma dat ze de chocolade afpakt. Zo dat idee. Ja. Dus ik vind vooral dat ze bezig zijn met de anderen vooral naar af te schilderen, zeg maar. En veel minder met een eigen campagne. En dat op zich al vind ik spijtig. Ja. En daar is daar een heel beroemd voorbeeld van. Hè. Als we naar Bill Clinton gaan, hè, toen dat hij zei van I did not have sex with that woman. Ja. Er was afstand, omdat hij het niet persoonlijk moest benoemen. Hij had een veel persoonlijker band dat hij wou aangeven in dat verhaal. Ja. En dat zal ook zoiets zijn. Het is makkelijk om iemand op afstand te beschuldigen dan op de persoon zelf. Ja, ja. En ja, dat komt allemaal bij de mensen binnen en die houden daar natuurlijk rekening mee. Je hebt nog een voorbeeld van waar je kunt zien dat Hillary Clinton iets minder authentiek overkomt, maar het zijn heel kleine dingen. Ik zie ze niet, maar als jij het zegt, dan denk je van ja, het zou kunnen. Hè? Waar moeten we in dit geval op letten? Ik vermoed dat het over de schouder gaat. Ja, het zijn fragmenten die je zelf hebt geselecteerd. Ja, ik wist juist niet meer exact welke volgorde, maar de schouder. En ze heeft het daar over de economie. Dus hoe ze ervoor zal zorgen dat de economie weer opgekrikt wordt. Mm-hmm. En specifiek in het voorbeeld zegt ze van ik geloof. En op dat moment komt de schouder naar boven. Dus, en dan, als je dit doet, dan ontkracht je eigenlijk de boodschap. Als je ze beweegt met je schouder? Als je de schouder naar boven doet, op het moment dat je zegt van ik geloof in het idee. Let op, we gaan eens kijken. Kijk naar de schouders van Hillary Clinton. I want us to have the biggest jobs program since World War II. Jobs in infrastructure and advanced manufacturing. I think we can compete with high-wage countries, and I believe we should. Dus we zien nu weer al de schouder naar omhoog gaan, juist als ze belangrijke zaken zegt. Ik geloof. En als dat dan gebeurt en ik zie het eigenlijk niet in de rest van het debat, ja, dan wil dat toch iets zeggen dat ze misschien wel gelooft dat het zo is, maar dat het plan misschien nog niet klaar is. Ja, dan mag ik eens iets vragen. Ja. Ik weet niet of u een man heeft of een vriend of wat dan ook, maar als je op date gaat, dan moet je simpel zijn, denk ik. Of juist wel. Zou ik het doen? Nee, blijf dan van dat vork, want dan gaan ze waarschijnlijk... Of kunnen dat dan van u afzetten? Ja, kan dat. Het is super interessant, maar snap wat ik bedoel. Hè? Ik heb een man al 16 jaar en 3 kinderen. Hè, en die weet perfect wat hem wel of niet mag doen met zijn schouder. Ja. Het is onbewust, dus ik kan het echt wel afzetten. Ja, maar is het een leugendetector ook een beetje, of niet? Naar de kinderen toe, bedoel ik dan? Ja. Dus mijn 3 kinderen die liegen elk op een andere manier. Okay, en dat is grappig om dat te ontdekken. En ze weten, we moeten er niet aan beginnen, want mama gaat het zien. Mm-hmm. En leugendetectie is helemaal niet gemakkelijk. Hè. Bij mij, ik kijk echt naar wat zie ik op het gezicht van emotie. Zie ik daar bijvoorbeeld minachting of verbazing of angst, hè, als ze een leugen vertellen? Mm-hmm. En bij kinderen is het natuurlijk groter.
Of wat gebeurt daar? En als, ja, de spanning, als ik de spanning zie stijgen, dan ga ik doorvragen. Dus het is een combinatie van wat je ziet en wat je dan doet. Want je kan het ook zomaar laten gaan. En ligt Trump? Heb je dat al eens kunnen? Er zijn momenten waar de spanning hoog gaat. Hè? Ja. Maar bij Clinton evengoed ook. Als we het over de e-mails hebben, dan zien we vaak. Ja. Ik wil nog een ander fragmentje van Trump laten zien. Ja. Dat is niet uit het debat van gisteren, maar het vorige debat. Het tweede. En dat heeft dan meer te maken met de manier waarop hij beweegt op het podium en rond het podium. Ja. We gaan eens kijken. Dat is ook heel veelzeggend. Vertel maar, Dana. Wel, het grappige aan het tweede debat is, ze hadden geen standaard om achter te staan. Hè. Dus dan zie je heel vaak hier veel meer gebeuren in de beweging. Ja. En Clinton is aan het praten. En Trump, die is als een dier, hè, die zijn prooi... van een roofdier. Een beetje een acteur op een scène die niet genoeg aandacht krijgt. Heel exact. De cabotineur, zoals dat bij zeggen. Heel exact. Hij leidt de aandacht af, of dat probeert hij toch... van wat ze zegt. Hè? Ja. Dus dat is een spel die ook gespeeld wordt. Je kunt het op twee kanten bekijken. Het is dus een spel, hij doet het bewust. Maar ook een manier... Hij kan op dat moment niet rustig blijven in dat fragment. Ja. Ja. En hij toont veel meer beweging dan Clinton. Ja. Kan hij jouw sympathie... Want je bent een fan van Clinton. Ik ben vooral fan van Bill Clinton destijds. Meer dan van Hillary. Ja. Absoluut. En deze man, dat kan toch niet anders, dat hij jou op een of andere manier impact? Zijn manier van doen, hè? Die irriteert mij volledig. Toch? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik vind dat echt... Nee, die niet, hè. Nee. Bill niet, hè. Nee. Een Bill is een toffe vrouw, maar hij niet. Nee, ik vind... Dat ligt er allemaal te dik op. Dat is allemaal zo patserig en ik ben de beste en ik ben dit. En als er iemand iets zegt, direct counteren met jou, maar dat is echt een klein jong, verschrikkelijk. Wat is je nog opgevallen in het debat van gisteren dan? Want je hebt het vannacht gevolgd. Hè? Je bent iemand die ervoor opstaat en het live allemaal wilt zien. Ja, ook de conventies heb ik gevolgd. Omdat, dat is al een beetje traditie geworden, ook zo om de vier jaar. Wat mij vooral bij de conventies opviel, was dat de Republikeinse conventie echt een conventie was van angst en van negativisme. En met de Democraten was het positief en hoop. Wat dat waar is, weet ik niet. Ik werd alleen beter gezien van de Democraten te kijken. Mm-hmm. En in die debatten heb je dat ook. Hij is altijd maar negatief, negatief. Zo lachen mee. Terwijl hij eigenlijk een boodschap wilt uitbrengen. Mm-hmm. Hè? Misschien ook om dingen te verbloemen. Maar wat mij gisteren is opgevallen, is dat zij naar de essentie gaat van wat voor mij Amerikanen zijn. Op een bepaald moment zegt ze van, wij zijn hier... Als een president wordt verkozen, wordt heel het land united. The United States of America. Hij wil dat counteren. Dat is ook nog nooit gezien. Dat hij zegt van, ja, als de uitslag er is, ik weet het niet of ik dat zo mag gaan aannemen, de uitslag. Ja, ja, ja. Terwijl dat normaal gezien, na de uitslag, zegt iedereen in een democratie, dat is de winnaar. Dat heeft hij dus gisteren gezegd. Ja. Hè? Dat hij niet zeker wist of hij die uitslag zou respecteren. Hij heeft vandaag, nog niet zo lang geleden, heeft hij alweer gespeecht in Delaware. En hij is daarop teruggekomen. Luister goed wat hij net heeft gezegd. To all of the people of the United States, that I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. Ja, één ding moet je hem aangeven. Hij blijft trouw aan zichzelf. En wat je daar ook ziet gebeuren, if I win, dankzij jullie. Dat is dan weer die lichaamstaal. Ja, dat is dan weer die lichaamstaal. Ja. Ook daar is over. Maar ik denk dat dat voor veel Amerikanen een stap te ver is geweest. Dat hij dat probeert aan te vechten. Ze willen geen burgeroorlog niet meer in Amerika. Wel, we gaan het zien. Hè. De kiezers die zullen spreken op 8 november. Een drietal weken. Dan kennen we de uitslag. En dan zullen we zien wat hij ermee doet. Bedankt Sven de Ridder en Dana Ketels.